Kijk, het zit zo. In principe heb je in Rome om een grote familie te hebben. Heb jij al zelf al familie genoemd? Een vader, een moeder, meestal twee opa's en twee oma's, broers, zussen, ooms, tante, neven, nichten. Dat is op zich al ingewikkeld om een voorbeeld te geven. Mijn neef is een nicht en mijn nicht is zuster. Mijn oma van 93, die heeft voor iedere kwaal een oplossing. Voor een betere spijsvertering drinkt ze bier. In geval van verminderde eetlust drinkt ze witte wijn. Bij de lage bloeddruk drinkt ze rode wijn. En bij de hoge bloeddruk drinkt ze Schots whisky. Bij verkoudheid drinkt ze snaps. Ik zeg, van wie drink je eigenlijk water? Ze zegt, zo ziek ben ik nog nooit geweest. Als je nou toch een vrouw wil, en dat heb ik ook gedaan, is het heel belangrijk dat ze het huis schoon houden en lekker koken. Het is ook heel belangrijk om een vrouw te hebben die wel lekker. Het is ook heel belangrijk om een vrouw te hebben die je kan vertrouwen en die niet liegt. Dat kan niet meer. Heel grappig. Onze nicht, die zuster is, is het alleen zijn beu. Ze wil een contactadvertentie in de krant. Dus ze belt naar de krant. Ze zegt, ik wil een contactadvertentie plaatsen, kan dat? Ja hoor, zegt de vriendelijke stem aan de andere kant. Wat moet de tekst zijn? Meneer zegt, leuke spontane vrouw, zoek sportieve man. Prima, zegt de man van de krant. Moet ik er vanavond al in? Ze zegt, als het kan wel, maar dan kun je beter niet in de advertentie zetten. Ja, dat hoef je toch daar was niet te doen. Ze lacht stralend. Meen je dat, zegt ze. Ik zeg, natuurlijk doe dat morgen maar. Voorlichting in ons gezin, dat houdt ook allemaal geen mijn vrouw. Ze praat met mijn jongste zoon over kinderen krijgen. Ze zoekt naar de juiste woorden. Ze denkt ze gewonnen te hebben, ze zegt, kijk, je vader brengt bij mij een zaadje naar binnen en daaruit groeit een baby. Daar was Fransje niet echt helemaal tevreden mee. Hij zegt, mam, moet jij dat zaadje dan instikken? Ze zegt, alleen als ik een nieuwe jurk wil. Ik heb ook de verkeerde schoenen aan, denk ik. Ja, deze zijn weer voor de lange afstand. Ja, dan denken jullie wel lachen, maar ik heb ze ook voor de korte afstand gespeeld. Dat had het een stuk makkelijker, denk ik. Oh, kijk, dat is sport nodig, hè. Sorry, hoor. Ja, jullie ook allemaal aan, hè. Nou, ik zal mij even gelijk voorstellen. Mijn naam is Mysterie. En dat komt eigenlijk omdat ik mijn hele leven al pech heb. Hey, ons moeder was al weg voordat ik geboren was. Ja. En dus als vader moest dat in naar het gemeentehuis. En toen zei die ambtenaar daar zo van, ja, hoe heet die? Ja, zei ons vader, Mysterie. Dat is toch in de naam, hoe komt er daar dat ook bij? Hij zei, ja, we weten niet wie de moeder is. Later, hè, toen ik ben gaan sporten, heb ik mijn naam laten veranderen in atleet. Ja, ik heb ook van Timmerman geleerd. Ja, dan had het atlatjes geweest. Afijn. Ik denk, weet je wat, ik ga naar een atletiekvereniging. Ik hoor er wel moeite van, hè? Dus ik loop op een zondag, ik ga naar Zevenbergen toe, bij de Groene Ster. En ik vraag zo, wie is hier de chef, hè? Komt er zo'n Wilco Beljaars type, ken je?
Hoe gaat het? Te bruin voor de tijd van het jaar. Te strak in het pak. Hij zegt, wat kan ik betekenen voor hem? Ja, ja, god, ik kom een beetje info vragen hoe het hier aan toe gaat, hè. Aan het eind van de dag zegt hij, zal een coulis maken. Ik zeg, ik wist niet dat het kapot was. Ik zeg maar, als ik zeker had geweten dat het kapot had geweest, had ik hier wel naar dokter van Rijn gegaan. En dit is zomaar een korte greep uit mijn leven. Hartstikke bedankt en tot ziens, hè. Jan Eestermans. Ja, ja, het paard in de rand. Oh, oh, het paard in de rand. Dank u wel, Janssen. Geweldig, ga je het al lekker in? Met deze kennen jullie denk zo. Ik heb een samba van erbij hoor. We dansen de samba. We dansen de samba. We dansen de samba van de bal. Ja, overal. We dansen de samba. We dansen de samba. Op ieder samba van de bal. Daar is de bal. En met het diepe zet. Gooi de bal erin. De lucht. We dansen. Dat waren de ballen. Nou. Over uur zo. En dit is ook nog helemaal mooi, hè? Ik heb hele grote bloemkolen, bloemkolen, bloemkolen. Ik heb hele grote bloemkolen, oh wat zijn ze groot. Want dan sfeer ze er geweldig in. 2 jaar geleden moest ik als 6 dus, maar ze hebben nu gevraagd, ga je als 3 dan kun je zelf een beetje op kleuren. En dit is voor alle grootste, hè? Die kent het niet? Pizza, pizza, oh! Pizza! En wachten! Nog even wachten! En dan komt ie! La 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 la! La 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 la! La 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 la! Het was geweldig, we doen het nog tot volgend jaar! Hier is nou weer een mooie blonde vriendin van een jaar of 28 gekregen. En haar naam was Ina. Een prachtig mooi dingetje. Ze is vanavond helaas niet bij, want ze maakt nog niet overal mee naartoe met mij. Ik kwam ze hier tegen op een vrijdagmiddagborrel, hier in het Prochtjaars. Altijd gezellig. Tegen op die vrijdagmiddagborrel. En ze zei tegen mij, Willemie, heb je toch een mooie horloge aan? Ik zei, ja, dat is een prachtding. Dat is tegenwoordig de moderne tijd. Ik kan met die horloge, kan ik sms'en, kan hem weer faxen, e-mailen. En ik kan zelf zien dat jij geen slipje aan hebt. Toen kreeg ik toch een klap voor mijn bakkers. Ik zei, oh sorry, die klok om 2 uur voor. Maar 2 uur later, Ina zat bij mij thuis op de bank, hè? Dus mijn horloge kreeg wel gelijk. Dus wel het een kwam het ander. Dus ik zeg tegen Ina, zal naar boven gaan, lekker een bedje leggen. Zegt ze tegen mij, Willempie, ik heb dat nog nooit gedaan. Ik zei, dat is geen probleem. Willempie is een man met ervaring. Wie heeft die nou niet gehad? En hoe een donker omstreken? Dus dat maakt niet uit. Nou, we begonnen aan de klus. En toen zei Ina tegen mij, jij mag wel zeggen dat je ervaring hebt, Willempie. Ik zeg, hoezo dan? Nou, volgens mij ben jij eerst op de verpakking eraf halen. Ja, Ina is hek voor zijn jaap. Hek voor zijn raap, sorry. Ik las het even verkeerd. Ja, ze is er eentje voor Ina. Maar ja, al met al kan ze toch snel bij de inwoner. En af en toe ligt ze wel eens, ja, toedelnaakt in de tuin. Dat was mijn buurman ook niet ontschoten. Dus ik zag hem af en toe wel een beetje kleuren. Op een gegeven moment kwam hij met zijn gezicht over de schutting heen. En zei de Ina, Ina, jij hebt wel een mooie clitoris. Nou zie je, dat weet ik niet, want Willempie doe je in de tuin. Maar even terug naar de scheet. Ik stond op dat federatiefeest, hartstikke gezellig, alle raden van buitenaf. Het was keurig geregeld door het lak hoor. Maar daarna gingen we eten, een heerlijk Chinees buffetje. Keurig verzorgd. Dus we gingen van het buffetje opscheppen, eten. Maar het was nogal vrij pittig. Ik weet niet wie die gehaktballen besteld had. Maar, ja. Dus ik zit aan die tafel en er heel aardig een beetje te borrelen in mijn buik. Dus ik denk, nou, volgens mij moet er eentje uit. Dus ik denk dat ik me daar een plakschepel had.
maar er scheet wel mijn broek vol. Dus ja, er zitten er al die tafel al die raadsleden, dus ik heel stilletjes zo naar de wc toe. Dus doe mijn broek naar beneden, kijk mijn onderbroek. Ja, omdraaien ging niet meer. Dus ik heb hem eruit gedaan en ik heb hem erop gevouwen. En bij Ina in de handtas gedaan. Dus ik s'avonds hier gelopen, polonaise, hier op de podium nog gestaan, niemand had het in de gaten. Nee, voor de rest. Dus ik kom straks thuis, ik zeg tegen Ina, moet ik even wat vertellen. Ik heb vanavond tijdens het etentje in het Cultural Center, heb ik mijn onderbroek bij jou in de handtas gedaan. Nou zie je dat, ik had helemaal geen handtas bij. Er is een tijd gekomen en er is een tijd vergaan. Als laatste wil ik afsluiten met de Shell, want daar blijft ook nog steeds paniek en afvakkelen met de Shell. Dit gaat nog een keer verkeerd, hopelijk niet, maar dan kunnen we geschiedenis krijgen hoe dan ook. Maar als dat gebeurt en als de Shell op het afvakkelen is, blijven wij altijd positief thuis. En dan gaan we polonaise lopen en zingen. En dan zingen we altijd op de hit van mijn collega vader Abraham. Als we gaan, dan gaan we met z'n allen. Als we gaan, dan zijn we er geweest. Als we gaan, dan gaan we met z'n allen. Maar vanavond was het in Loerendonk, toch weer een prachtig feest. Dank u wel. Ik wens jullie allemaal een leuke avond met de overige tompraters. Als afsluiting wil ik even mijn hoofdsponsor bedanken die deze doos geschonken heeft, Mama Italia. Als u dadelijk hier naar buiten gaat en rechtsaf gaat, dan komt u zo de deur naar binnen. Ik heb hem wel beloofd om even te stoppen met de pizza lied. En nou alle keihard zingen naar hij ten oren daar. Dus pizza, pizza, pizza. En verwachten. Nog even wachten, nog een keertje wachten. La 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 la, la 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 la. Niet te lang, huisje. Zijn jullie nou koekboos? Nou, dat ook zo niet te zeggen. Nou ja, ja, mijn vrienden noemen mij koekboos. Weet je waarom? Mijn naam is eigenlijk Lodewijk de Koek. Maar ja, binnen mijn sociëteit ga ik door het leven als Louis de Biscuit. En ik ben geboren in Wouw. Wouw ligt tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. Je moet ook wel Wouw. Ja, als je er doorheen rijdt, is het niet echt Wouw, zou ik maar zeggen, hè? Ja, en daarom noemen mijn vrienden mij verrekte koekloos. Ja. Ja, ik ben dus een nazaat van de familie de Koek. Ja. Mijn vader, Jo de Koek. Misschien bekend bij jullie, hè? Ja. Ja, en mijn paps heeft mijn mams leren kennen in de banketbakkerij in Wouw. Of Wouw, hè? Ja, dan ging mijn vader iedere week ging hij daar een bak halen. En dan is hij eigenlijk met zijn neus in de boter, als een boterkoekske, zeg maar zeggen, is hij op mijn moeder, de moederkoek, zeg maar zeggen, gevallen. Ja, ja en mijn vader, even een stukje van het gebeten pils, hè. Ja, mijn vader was geen koekenbakker, nee, hij was rap van tong en was een commercieel talent. Hij heeft toch een aantal originele uitvindingen bedacht. Mijn vader was uitvinder. Hij had op een gegeven moment een bril met röntgenglazen uitgevonden. Ja, dan kon je mee door iemands kleren kijken. Nou had hij het eerste exemplaar had hij verkocht aan een Belg. Die zet die bril op
in de zaak en ziet mijn vader spiernaakt staan. Fantastisch, zegt die Belg. Wat moet die kosten? Nou, 400 euro. Pak maar in, zegt die Belg. Hij komt de volgende dag terug bij mijn vader. Hij zegt, ik kon het gisteren niet laten. En ik kon niet wachten tot ik thuis was. Ik kom buiten, ik heb gelijk die bril op mijn bevend op mijn neusgaten gezet. Komen er juist twee vrouwtjes met boodschappentassen bij de Albert Heijn naar buiten. En wat denk je? Spiernaakt! Ja. Ik ga naar de Albert Heijn naar binnen. En wat denk je? Zitten alle kassières geheel ontkleed achter de kassa. Ik met de bus naar huis, wel drie keer in dat buspad op en neer gelopen. Je begrijpt wel waarom, hè? Ik kom thuis, zie ik mijn vriendin met de buurman spiernaakt op de bank zitten. Ik zet die bril af, zitten ze nog steeds spiernaakt in die bank. Hij zegt tegen mijn vader, dat moet ik weer hebben. 10 minuten lol en hij is alweer stuk. Maar goed, mijn zammies, ik zou zeggen, de koek is op. Ja, ik sluit af met mijn plutocratische leus. Wie het laatst lacht, die heeft de grap niet begrepen. Adios. Komt dan, komt dan. Ja, ja. Beginnen we gewoon overnieuw, hè. Ik zei goedenavond allemaal, loeren donkers en loeren donker in, hè? Hey! Ik ben Jantje van de Voorstrop, voor degenen die mij nog niet kennen. Van jou schrijven wij je geschiedenis. Ik heb mijn schort maar aan de wullen gegangen en mijn zondagse jurk uit de motteballen gehaald. Want we vieren feest. Loeren donkers bestaan 44 jaar. Goed, Loerendonk bestaat 44 jaar. Dus ik zou zeggen, proficiat! Hoera, hoera, hoera! Hij was goed, maar ik wil eigenlijk het publiek horen. Hè? Dus ik tel tot 3 en dan gaan we met z'n allen zeggen, hoera, hoera, hoera! Afgesproken? Yeah! 2, 3! Hoera! 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 Zo, dat komt goed. Zo'n 44 jaar geleden telden wij ongeveer 8 kruidenierswinkels. Op de dag van vandaag mogen we blij zijn met 1. Ja, je zal denken, dat komt zo weer, maar dit is echt leuk. Is echt. Dan moeten jullie allemaal even terugdenken. En ik weet zeker dat die kopjes al. Dus ik ga even terug in de tijd, hè. Hallo, Piet Sloopman, allemaal aan Max Zero weg. Ik heb wel eens gehoord dat je daar het leeg goed makkelijk weg kon halen. En aan de muur, hij is een sigarettenautomaat. En dan kon je op een speciale manier kon je 2 pakken sigaretten trekken. Maar dan kon je bij Nieuwse in Roosse straat kon je ook, hoor. Kessie Kerry, ben je treis weg? Oeh, dat is lang. Spelen we vroeg op, kerk weg. VG, familie Sprendel, Molenstraat. Trus Michielsen met Tonia, Anderhoogstraat. 3 Belgas voor een dubbeltje. En als kern een zwarte erbij. Spuwe, Voorstraat. Attent, Cor van den Niem. Krugenstraat. Arno, de Hollander, Steinstraat. Dikke leen de Hollander aan de Noliemoordenstraat. Nederland met die nieuwe pijpen, gewoon. Die gaan niet aan, hè. Ik heb misschien bestand van...
Ik ben wel verkeerde plek in de hoek. Oh. Er zit een haagje tussen mijn tanden. Ja, ik heb gisteren een one-night stand gehad. En nou hoop ik toch dat van Theezaks geen is. Seks gehad? Oh, kan jullie even ergens aan zitten, jongens? 18 jaar ouder is vandaag, hè? Ik heb seks gehad met een vrouw van 86. Ja, ik woon zelf op 84, hè? Ja, ik sta hier nog maar kijken. Ik heb een tenniselleboog, een voetbalknie, zwemmersexing. Dus ik ben een heel sportief type. Mijn naam is Hachi. Slechte ogen heb ik, slechte ogen. Ik heb ook bijvoorbeeld een bril en lenzen. Ik heb met een auto, hè. Ik dacht speciaal de ruit laten zijn. Hé, ik laat me zin laten maken. Ik heb twee auto's, één van dichtbij en één van veraf. Dat zou je helemaal onder doen. Dan heb ik hobby's, autorijden en kegelen. En met kegelen rak ik meestal niks. Meestal niet. Komt ook niks bij de dokter? Dat mag ik wel zeggen. Ik ben toch schil, ze weten toen niet wie ik kan kijken. Ik weet wat ik denk, ik zeg het nou. Ja, er liggen zo van die oude boeken, hè, van oude stories, privé, weet ik dat. Er zijn echt van die oude boeken. Hè. Ik weet dus sinds gisteren ook pas dat Michael Jackson dood is. Ach, ik zit al een tijdje bij de dokter, hè, in de wachtkamer zit ik zo te wachten. Ik zit er zo'n vent in die altijd met zo'n koos om mij aan te kijken. Ik zeg, kom er even op. Ja, dat zeg ik niet. Ik zeg, ik heb tegen mij alles zeggen. Ik zeg, ik ben niet iemand die iets verwaart. Hè. Ja, zie ik, kom je voor castratie. Ik zeg, oei, wat iets niet kapot laten maken, wat een goede zee, hoor. Nou, ik zie die, maar ik heb de kinderen laten stemmen, en die hebben gestemd, en er waren 28 voor en 3 tegen. Ja, ik heb geboren was. Sst, op die actie, hoor, ik ga boven mij hangen, zo. Maar hij zei, hier klopt iets niet. Ja, lekker uit daar, hè? Ja. Lekker uit daar. Ja, heb ik ook 200 of 4 omleidingen gehad. 2 om 8 of 2 om de 27 uur naar huis gereden. Ja. Ja. Nou is die man, is vorige week overleden, ben ik op begrafenis geweest. Heel mooi begrafenis, mevrouw. Echt heel mooi. Alles een hart gemaakt. Kwam ze met die kist aangereden, de hart open zo. Kist erin, hart even. Mooi, echt mooi. Stond er naast mij in de vent te lachen. Zij doet dus nog, oh, ik zei, ben op begrafenis en dan weet je zelf te lachen. Ja, zie je, maar ik zat op mijn eigen begrafenis te denken. Ik zeg, en? Ja, zie je, ik ben gynaecoloog. Ja.